Good evening, Dutch saints. Goedenavond, Nederlandse heiligen. Be prepared to be disappointed. Wees erop voorbereid om teleurgesteld te worden. Because I can see you have certain expectations. Want ik kan zien dat u bepaalde verwachtingen hebt. I'm being cued in and prompted to fulfill your expectation. En ik heb eigenlijk sterk de neiging om aan uw verwachtingen te gaan voldoen. Which would delight you. En dat zou u wel behagen. And disappoint the Lord. Maar de Heer misschien teleurstellen. So, you're privileged not only to hear about the prophetic calling. U bent niet alleen bevoorrecht om te horen over de profetische roeping. But to observe it. Maar ook om het te absorberen. As a human and religious disappointment. Als een menselijke en religieuze teleurstelling. And you need that. En dat hebt u ook nodig. Because your romantic illusions need to be dispersed or destroyed. Want uw romantische illusies die moeten verspreid of vernietigd worden. That's the prophetic function. En dat is de functie van het profetische. To bring the sense of things as God himself knows them and sees them. Om de bedoeling van de dingen zo te brengen zoals God ze alleen ziet en kent. And nowhere more opposed than in the religious realm. En uiterlijk tegengesteld aan datgene wat in de religieuze gebieden gebeurt. See, my brother is even being too strenuous. Ik ben zelfs te heftig. So, keep it easy. Match my spirit. Ga mee match in mijn my geest. Mood. Because my mood is not my own. Want mijn stemming is niet die van mijzelf. As my words are not my own. Zoals mijn woorden niet van mijzelf zijn. So also the mood of the speaking. Zo is ook het gevoel van het spreken zelf is niet van mij. So Lord. Zo Heer. Disappoint this people. Breng deze mensen teleurstelling. But delight your own soul. Maar schep behagen in uw eigen ziel. And those that are around the throne of heaven. En zij die rondom de troon van de hemel staan. That there might be a rejoicing there. Vader, dat er daar een verheuging mag zijn. For the heavenly reality. Van de hemelse realiteit. To which the church itself is called. Waartoe de kerk zelf geroepen is. As a prophetic entity in the world. Als een profetische stem in deze wereld. Whose life is not its own. Waarvan het leven niet van zichzelf. Whose words are not their own. Waarvan hun woorden niet van zichzelf. Whose mood is not their own. Waarvan hun stemming niet van zichzelf is. The expression of yourself. De expressie van uzelf. The testimony of Jesus. Het getuigenis van Jezus. The spirit of prophecy. De geest van de profetie. So I invite you not only to proclaim and set it forth. Ik daag u uit om niet alleen datgene te proclameren en uit te dragen. But to demonstrate it. Maar ook om het te demonstreren. For the prophet is the thing in himself. Want de profeet is iets in zichzelf. And Israel's life will one day en het leven depend van, on it. En het leven van Israël zal daar op een bepaalde dag van afhangen. In the mystery of God. In het mysterie van God. Bring the church to this reality. Breng de kerk naar deze realiteit. And dispel our own fanciful expectations. En ban onze eigen fantasievolle verwachtingen uit. Sober us. Maak ons nuchter. In reality. In de realiteit. For the world is dying for the want of it. Want de wereld die sterft vanwege de behoefte daaraan. And we thank you and give you the praise. En we danken u en geven u de prijs. In Yeshua's name. In Jezus' naam. Amen. Yeshua. Amen. So I have not had a good night's sleep since I have arrived in Holland. Sinds ik in Nederland aangekomen ben, heb ik nog niet één nacht goed geslapen. I don't know how to explain it. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. I'm just up after 3 hours after I put my head on the pillow. Nadat ik mijn hoofd op het kussen heb neergelegd, ben ik na 3 uur alweer op. So I'm continually tired. Dus ik ben voortdurend moe. And weak. En zwak. And in a strange mood because of that. En daarvanwege ben ik in een vreemde stemming. And you would say, well, that's just circumstantial. En u zegt misschien dat ligt aan de omstandigheden.
But I would say it's the sovereignty of God. Maar ik zou zeggen dat het de soevereiniteit van God is. Who does not think it too extravagant to disturb a prophet's sleep. Die het niet te beroerd vindt om het slaap van de profeet weg te nemen. In order to affect his condition. Om zijn bedoeling tot uitdrukking te kunnen brengen. So that he is almost beside himself. Zodat hij eigenlijk buiten zichzelf is. He's too tired to be in control. Hij is te moe om de controle te hebben. And simply has to trust. En moet eenvoudigweg God gaan vertrouwen. Whatever will be expressed. Alles wat uitgedrukt door God. Through that fatigue. En door die vermoeidheid. In keeping with the mind of the Lord. En samen te gaan met de geest van de Heer. For this once and for all occasion. Voor deze ene unieke gebeurtenis. That shall not be given again. Die niet opnieuw gegeven zal worden. Now, if we just examine that statement. Nou, als we deze verklaring eens nader bestuderen. For three sessions. Drie sessies lang. We would have a full opportunity to examine the prophetic reality. Dan hebben we een volledige kans om de profetische realiteit te onderzoeken. God uses the daily circumstance of the prophetic man. God gebruikt de dagelijkse omstandigheden voor de profetische mensen. The grit of his experience. De grip op zijn ervaringen. Which seems accidental. Die misschien toevallig schijnen. But is divinely calculated. Maar die goddelijk geïnspireerd zijn. To express something in particular. Om iets bepaalds uit te drukken. Given of God. Iets van God gegeven. For a moment. Voor een moment. That will not be given again. En dat moment zal niet opnieuw terugkomen. What kind of mentality is that? Wat voor soort mentaliteit is dat? Can't we have this occasion again next year? Kunnen we diezelfde gebeurtenis wat we nu hebben volgend jaar weer hebben? Never. Nooit. This is a once and for all. Dit is een eens en voor altijd. And more than that, eternity is hanging in the balance. De eeuwigheid hangt in de balans. Brother. Broeder. You are a supreme egoist. Broeder, u bent een buitengewone egoïst. You think that this occasion is that important? U denkt dat deze omstandigheid zo belangrijk is? Yes. Ja. Every occasion is that important. Elke gebeurtenis is zo belangrijk. Eternity is always at stake. Want de eeuwigheid staat altijd op het spel. And you mean that's as true for us as it is for you? En dat is net zo waar voor u als het is voor jou? To the degree that you're prophetic. Naar de mate waarin u profetisch bent. Well, if that's so, brother. Wel, als dat zo is, broeder. Who is sufficient for these things? Wie is dan bekwaam voor deze dingen? Oh, I'm glad you asked that. Oh, ik ben blij dat u dat vraagt. Because you have not yet ever asked that before. Omdat u dat nog nooit eerder gevraagd hebt. Up till now, tot nu toe, you have been only too sufficient. Bent u alleen te bekwaam geweest. You've already demonstrated and exhibited that tonight. U hebt dat vanavond al gedemonstreerd en laten zien. You know how to do it. U weet precies hoe het moet how doen. To conduct worship. U weet hoe u moet aanbidden. Arrange services. U weet hoe de diensten moeten. Set up a seminar. U weet hoe een seminar give introductions. U hebt de uitnodiging. Pray admirably. U hebt fantastische spel. Well, that's all very nice. Dat is allemaal heel mooi. Humanly speaking. Menselijk gesproken. But it does not affect eternity. Maar heeft het ook effect op de eeuwigheid? The issue of eternity is the glory of God. Waar het om gaat met de eeuwigheid, dat is de heerlijkheid van God. Not satisfying meetings. Niet bevredigende samenkomsten. And who is sufficient for that? En wie is daartoe bekwaam? The spirit of prophecy is the testimony of Jesus. De geest van de profetie is het getuigenis van Jezus. It requires his life. En het vraagt zijn leven. It shows forth his inimitable character. En het laat zijn onuitsprekelijke karakter zien. Even when he is not the subject. Zelfs wanneer hij niet het subject is. He's still being demonstrated. Wordt hij toch gedemonstreerd. And it's strange. En dat is vreemd. Strange for the speaker.
Dat is vreemd voor de spreker. Because he doesn't know what his next word is. Want hij weet niet wat zijn volgende woord zal zijn. I have to smile to myself. Ik heb het de glimlach voor mezelf. They have it all nicely laid out. Ik heb het allemaal precies uitgetrokken. Topic by topic. Topic for topic. Onderwerp voor onderwerp. Of what the prophetic thing is. En wat het profetisch is. And I probably could perform it. En dat zou ik waarschijnlijk ook wel kunnen doen. But we will have missed it. Maar dan hebben wij het gemist. Because it's unpredictable. Omdat het onvoorspelbaar is. It has not to do with our control. Het heeft niets te maken met onze controle. It's not an instruction. Het is geen instructie. It's an event. Het is een gebeurtenis. See, one day. Zie je, op een dag. You're going to be required to raise Israel from the dead. Zal van u gevraagd worden om Israël uit de doden op te wekken. Oh, you didn't know that. Dat wist u niet. If you knew it. Als u dat wist. The whole character and substance of what you are about every week would be radically altered. Dan zal het hele karakter en de inhoud van datgene wat u denkt te zijn, zal elke week compleet veranderd worden. But you have not considered your own prophetic destiny. Maar u hebt uw eigen profetische toekomst nog niet overwogen. And if you had, en als u dat wel zou hebben, everything would have been calculated to obtain it. Dan zou alles tot een climax zou zijn uitberekend. You would have been careful to avoid anything that you could perform. U zou voorzichtig zijn om maar iets uit te voeren, datgene wat u zou kunnen uitvoeren. You would have been conscious of your inadequacy. U bent zich bewust geworden van uw onbekwaamheid. Because the day is coming. Want de dag komt. When Israel is going to be stone cold dead. Dat Israël zo dood als een steen zal zijn. Yes, the present nation. Ja, de tegenwoordige natie. With all of its present vitality. Met al zijn tegenwoordige vitaliteit. And impressiveness. En zijn indrukwekkendheid. High-tech civilization. De hoogtechnische onbeschaving. Impressive Israeli defense forces. De indrukwekkende Israëlische defensie. Will be as dry bones. Zal zijn als droge beenderen. And they themselves will say. En ze zullen zelf zeggen. We are cut off. Wij zijn afgesneden. We are without hope. Wij zijn zonder hoop. We are as dry bones. Wij zijn als droge beenderen. Have you ever heard a Jew admit that? Hebt u ooit een Jood gehoord die dat toegeeft? Can you picture Israel admitting that? Kunt u zich Israël voorstellen die dat beleidt? I want to prophetically predict. En ik wil profetisch voorspellen. With a complete confidence. Met een volledig zelfvertrouwen. That will come to pass. Dat zal gaan gebeuren. And the factors that will bring Israel to that death are presently now being worked. En de dingen, de feiten die Israël naar die dood zullen leiden, die zijn op dit moment aan het werk. The state of Israel is on its way to death. De staat Israël is op zijn weg naar de dood. And it must die. En het moet sterven. For how shall there be a resurrection unless there's first a death? Hoe kan er anders een opstanding zijn als er niet eerst een dood geweest is? Oh, you didn't think a resurrection was necessary? Of dacht u niet dat er een opstanding nodig zou zijn? You were impressed with the present state? Of bent u onder de indruk van de tegenwoordige staat? You thought it could improve? And get better? Denkt u dat het alleen maar beter zal kunnen worden? En nog indrukwekkender zal worden? Shame on you. Schaamt u. For such shallow understanding. Voor zo'n bekrompen begrip. What, you only wanted Israel to succeed? Als u alleen wil dat Israël succes heeft. You thought that they deserve to succeed? Denkt u dat ze verdienen om succes te hebben? They've suffered enough already? Dat ze al genoeg geleden hebben? They should have their own state? Dat ze hun eigen staat zullen hebben? Hun eigen veiligheid? That's a nice human thought. Dat is een hele mooie menselijke gedachte. There's only one thing wrong with it. Er is alleen één ding verkeerd mee. It falls short of the glory of God. Het schiet tekort aan de heerlijkheid van God. You do err. Are in error. U bent in dwaling. Because you know not the scriptures. Omdat u de schriften niet kent. Nor the power of God. Nog de kracht Gods. Israel's destiny is not to succeed.
Israëls toekomst is niet om te overwinnen. It is to glorify God. Het is om God te verheerlijken. And to bless all the families of the earth. En om alle families van de aarde te zegenen. And as you ought to know. En zoals u behoort te weten. That cannot be performed humanly. Dat kan menselijke wijze nooit geschieden. That cannot be performed religiously. Dat kan religieus nooit or geschieden. Culturally. Of cultureel. Even by Jews. Zelfs door Joden. It can only be performed. Het kan alleen geschieden. By the life of God himself. Door het leven van God zelf. When his life has become the life of the nation. Wanneer zijn leven het leven van de natie is geworden. Upon his resurrection from the dead. Na zijn opstanding uit de doden. You don't have much prophetic comprehension. U hebt niet veel profetisch inzicht. Of the great mystery of the age. Of het grote mysterie van de eeuw. Toward which we are moving. Waar wij naartoe bewegen. The great conclusion of the age. De grote beëindiging the van deze eeuw. The consummation of the age. De vervulling van deze eeuw. And if we were to be painfully truthful. En als we pijnlijk in waarheid zouden zijn. And if we are not painfully truthful. En als we niet pijnlijk in de waarheid staan. How are we the church? Hoe zullen wij als kerk? But if we are truthful. Maar als we in de waarheid zijn. We would have to say, brother. Dan moeten we zeggen, broeder. I don't even think in those terms. Ik denk zelfs niet in dit soort gedachten. I don't think in such grandiose terms. Ik denk niet in deze grandioze gedachten. The conclusion of the ages. Naar de beëindiging van de eeuw. The great mystery of God. Het grote mysterie van God. The consummation of all things. De vervulling van alle dingen. Why don't you? Waarom niet? That's prophetic thinking. Dat is profetisch denken. That's prophetic anticipation. Dat is profetisch bevattingsvermogen. That's prophetic perspective. Dat is profetisch perspectief. And if you lack that, en als u daar gebrek aan how hebt, are you the church? Hoe kunt u dan kerk zijn? You see why I have to be tired? Ziet u nu waarom ik moe moet zijn? Because when I'm tired, I'm careless. Want als ik moe ben, I'm kan too tired to be correct. Dan ben ik te moe om juist te zijn. It doesn't matter if I offend. Dan maakt het me niet meer uit als ik iemand beledig. Because a man who does not offend is not prophetic. Want iemand die niet beledigt is niet profetisch. Not that we want to be offensive. Niet dat wij beledigend willen zijn. But it's inherent in the call. Maar dat zit ingesloten in de roeping. So what do we read in Ezekiel 37? Dus wat lezen wij in Ezekiel 37? The great prophetic book. Het grote profetische boek. Which we have not really studied. Die we niet echt bestudeerd hebben. We'll run to Toronto. We rennen wel naar Toronto. And we'll run to hear some current day prophet. En we rennen om een of andere belangrijke voorganger te horen. Especially if he has a personal word of prophecy for us. Maar vooral wanneer er een persoonlijke profetie voor ons afvalt. You're so fascinated with things prophetic. We zijn zo gefascineerd. You'll run to hear these men. Door deze profetische dingen. Doordat we rennen naar deze mensen toe. What have you done with the prophetic texts? Wat hebt u gedaan met de profetische tekst? I'm suspicious of your motives. Ik ben ik verdenk een beetje uw motieven. It smacks of spiritual self-interest. Het smaakt naar geestelijke zelfinteresse. Looking for a titillating experience. Die er op uit is naar een of andere immense ervaring. And neglecting the great prophetic texts. En die de grote profetische tekst veronachtzaamt. That indicates that Israel must die. Dat laat zien dat Israël moet sterven. So how does God fulfill then Israel's destiny? Dus hoe zal God Israëls bestemming gaan vervullen? Has he not said that you'll be a nation of priests and light unto the world? Heeft hij niet gezegd, gij zult een natie van priesters zijn en een licht voor de wereld? Has not Paul said that the gift and callings of God are irrevocable? Heeft Paulus niet gezegd dat de gaven van God onherroepelijk zijn? Has God not spoken and made promises and covenant? Heeft God niet gesproken en beloftes gemaakt en een verbond gesloten? And he's going to allow that nation to die? En staat hij nu toe dat die natie zal sterven? Yes.
Ja. In order that those very words might be fulfilled. Ja, alleen opdat deze woorden vervuld zullen gaan worden. Not on the basis of what men in themselves can perform. Niet op basis van wat mensen vanuit zichzelf kunnen bewerkstelligen. But what the power of his own life will bring forth. En wat de kracht van zijn eigen leven voort zal brengen. When the nation itself is brought to a newness of life. Wanneer de natie zelf tot nieuwheid des levens zal worden. A new name. En een nieuwe naam zal krijgen. And call the ministers of God. En dan de dienaren Gods genoemd and zal worden. Say with one voice, en zullen zeggen met één stem. The Lord our righteousness. De Heere onze gerechtigheid. Oh, that will bless all the families of the earth. Oh, dat zal alle gezinnen van de wereld zegenen. In the day of that resurrection. De dag van die opstanding. The first national resurrection. De eerste nationale opwekking. Een hele natie. Well, who were these slain? Van degenen die geslacht zijn. These are the whole house of Israel. Dat zijn het hele huis Israëls. And they themselves acknowledge. En zij zelf geven toe. We're without hope. We zullen zonder hoop. We zijn we're zonder cut hoop. Off. We zijn afgesneden. We are as dry bones. We zijn als all that we had hoped for. Alles wat we gehoopt in hadden. The establishment of our own state. En de vestiging van onze eigen staat has come to nothing. Is tot niets gereden. The most painful disappointment. De meest pijnlijke teleurstelling. In what we had hoped to illustrate to the world. En wat we gehoopt hadden om aan de wereld te tonen. Is the most painful failure. Is de meest pijnlijke falen geworden. And we had to see that and know that. En dat moeten we zien en dat moeten we weten. Because such an endeavor cannot succeed. Want zo'n avontuur kan without geen succes God. Hebben. Without God. Zonder God. So, how is God going to raise that nation from the dead? Dus hoe zal God dit land vanuit de dood opwekken? Because this nation will have the obligation to make him known to all peoples. Want deze natie heeft de verplichting om hem bekend te maken aan alle landen. How shall we say that we know God? Hoe zullen we zeggen dat we God kennen? If we don't know him as the God who raises the dead. Als we hem niet kennen als de God die de doden opwekt. And we ourselves don't know him as we ought. En wij zelf kennen hem niet zoals we behoren zouden moeten. Yes, we know the doctrine of resurrection. Ja, we kennen de doctrine van de opstanding. But until we ourselves are raised from death. Maar totdat wij zelf opgewekt zijn uit de dood. How shall we testify of him? Hoe zouden wij dan van hem kunnen getuigen? In that authentic and penetrating witness. In die doordringende getuigenis. That is available only to those who have passed from death to life. Die alleen beschikbaar is voor hen die vanuit de dood naar het leven zijn uitgegaan. By his power. Door deze kracht. So you know what the first task of the prophet is? Dus weet u wat de eerste taak van de profeet is? To kill. Te doden. To bring death. Om door te brengen. His word slays. Zijn hun woorden slachten. Pluck up, uproot, destroy. Pluk uit. Haal de wortel eruit. Vernietig. And then build and plant. En dan bouw en plant. The first function of the prophetic proclamation. De eerste functie van de profetische proclamatie. Is the word that brings death. Is het woord dat de dood teweeg brengt. And will you bring it? En wilt u dat doen? Will you be obedient and faithful? Wilt u gehoorzaam en trouw zijn? Do you remember the call of Isaiah? Weet u de roep van Isaiah? Who saw the Lord high and lifted up? Die zei die Heere hoog verheven zag. Man of unclean lips. Een man van onreine lippen. God touched his mouth with the coal from the altar. Ja. God raakte zijn mond aan met de vurige kool. And he heard the Lord say, "Who shall go for us?" En hij hoorde de Heer zeggen, wie zal gaan? Send me. En hij zei, zend mij. Okay. Okay. Say this. Zeg dit. In hearing you shall not hear. Horende zult gij niet horen. Your heart shall be hardened, you shall not understand. Je hart zal verhard worden en je zult niet begrijpen. Lest you be saved. Totdat je gered bent. The word that you're going to speak when I send you. Het woord dat je gaat spreken als ik je zend. Is a word of judgment. Is het woord van oordeel. And because you speak it. En omdat u het spreekt. Israel will be made deaf. Zal Israël doof gemaakt worden. His heart will be made hard. Zijn hart zal hard gemaakt worden. That it cannot understand. Zodat het niet kan begrijpen. That it cannot be saved. Zodat het niet gered kan worden. You still want to be a prophet? Wilt u nog steeds een profeet zijn? How long, Lord? Hoe lang, Heer? Until. Totdat.
The cities be without inhabitant. Totdat de steden zonder inwoners. And the whole land be destroyed. En het hele land vernietigd. And all its inhabitants be cast out. En al zijn inwoners buitengeworpen zijn. That's how long your judgment will remain with that nation. Dat is hoe lang zijn jullie oordeel over dit land zal zijn. Because you speak it. Omdat u het spreekt. It becomes an event for Israel. Wordt het een gebeurtenis voor Israël. Of a judgment. Een oordeel. That will remain. Dit zal blijven. Until a final devastation. Tot een uiteindelijke demonstratie. And then there will be a return. En dan zal er een terugkomst zijn. How about Israel's first prophet Samuel? Wat denkt u van Israëls eerste profeet Samuel? A boy. Een jongen. And the Lord called him. En de Heere riep hem. And he thought it was the old man calling him. En hij dacht dat het de oude man was die. And he ran back again to the old man. En hij liep terug naar die naar die oude man. The priest who was on his way out. De priester die net naar buiten ging. And the priest knew that this was the Lord calling. En de priester wist dat dit de Heere was die riep. If you hear your name called again. Als je je naam opnieuw hoort roepen. Here's what you are to say. Dit is moet je dan zeggen. Speak, Lord. Spreek, Heere. Your servant is hearing. Want uw knecht luistert. And a boy became a man. En een jongen werd een man. When the Lord spoke. Toen de Heere sprak. And said, tell this old priest. En hij zei, zeg deze oude priester. That a judgment is coming. Dat een oordeel zal komen. And he will be brought down. En hij zal neergehaald worden. And his priesthood ended. En zijn priesterschap zal eindigen. And generations will suffer because of his sin. En generaties zullen hierdoor lijden. Because he was unable to control his sons. Omdat hij niet in staat was om zijn zonen onder controle te houden. So in the morning. Dus in de morgen. The old priest said to Samuel. What did the Lord say? Zei de oude priester tegen Samuel. Wat zei de Heer? And Samuel did not withhold. En Samuel heeft het niet weerhouden. A single word. Geen enkel woord. That God spoke in judgment. Dat God in oordeel sprak heeft hij niet weerhouden. And in that day. En op die dag. A prophet came to Israel. Kwam er een profeet naar Israël. This is more than an accident. Dit is meer dan een toevalligheid. This is a pattern. Dit is een patroon. It's a paradigm. Het is een paradigm. That the true prophetic calling. Dat de waarachtige profetische roeping. Begins in our having to speak what we would at least desire to speak. Say that again. It begins with our having to speak what we least desire to speak. Begint met dat wij datgene moeten gaan spreken wat wij het minst graag zouden willen spreken. The word that will offend men. Het woord dat mensen zal beledigen. The word that will disappoint men. Het woord dat mensen zal teleurstellen. The judgments of God. De oordelen van God. The word of death. Het woord van de dood. And if we are to speak the words of life. En we moeten de woorden van leven spreken. That will raise Israel from the dead. Die Israël uit de dood zal opwekken. We have first to be obedient. Maar dan moeten we eerst gehoorzaam zijn. To speak the things that are painful. Om diegene te dingen te spreken die pijnlijk zullen zijn. So the day comes when Israel is dry bones. De dag komt dat Israël droge benen zal. It's on its way now. Dat is nu onderweg. This crisis of violence in Israel. Is the beginning. De crisis van geweld die nu op dit moment in Israël heerst is nog het begin. It will not get better. Het zal niet beter worden. Maybe for a moment, misschien heel kort. But in the end. Maar op het eind. The Palestinian and Islamic hatred. De Palestijnse en de islamitische haat. Will have its satisfaction. Zullen bevredigd worden. And Israel will be ground to powder. En Israël zal tot poeder verpulverd worden. And defeated and humiliated. En zullen verslagen en vernederd worden. And brought to a death. En het dood tegemoet gaan. And then God will turn to a son of man. En dan zal God naar de zoon des mensen gaan. To prophesy to these bones. Om tot deze benen te profeteren. That they might live. Dat ze zullen gaan leven. He'll not speak it himself. Hij zal niet uit zichzelf spreken. No, he has got to employ a son of man. Nee, hij moet een mens, een zoon des mensen aanstellen. A trembling prophetic human being. Een trillende profetisch wezen. Who has not even the faith to believe that those bones could live. Die niet eens het geloof heeft om dat deze bonen überhaupt zou kunnen leven. Son of man, can these bones live?
Zouden deze bonen minder werkelijk leven? Lord, you know. Heer, you know. Heer, u weet het. Some prophet that is. Wat een profeet is dat. What kind of faith is that? Wat is dat voor soort geloof? It's a faith that has its limitation. Het is een geloof dat zijn beperkingen kent. But needs to break into a deeper dimension. Maar het zal doorbreken in een diepere dimensie. The faith of the Son of God. Het geloof van de Zoon van God. That alone believes that those bones can live. Die alleen gelooft dat deze beenderen zullen kunnen leven. For the prophet will be brought to that place. Want de profeet zal naar die plaats gebracht worden. Where you can't tell where the prophet ends and where God begins. Je kunt niet zeggen waar de profeet eindigt en waar God begint. For the Lord's word is His word. Want het woord van de Heer is Zijn woord. The Lord's faith is His faith. Het geloof van de Heer is Zijn geloof. And it's a faith that even works by love. En het is de geloof dat Hij werkt door liefde. Not sentiment. Niet door sentimenteel the love of God. Het is de liefde van God. For the prophet is in union with God. Want de profeet is in eenheid met de Heer. For the spirit of prophecy is the testimony of Jesus. Want de geest van de profetie is het getuigenis van Jezus. And when that prophet speaks, en als die profeet gaat spreken, those bones will be joined bone to bone. Dan zullen deze bonen samengevoegd flesh worden. Will be added. En dan zullen ze toegevoegd worden. The ruach will be given. En de geest zal gegeven worden. De and ruach. Israel will become an exceedingly great army. En Israël zal tot een machtig groot leger worden. I'm describing your destiny. Ik beschrijf uw toekomst. And my own faith is failing. En mijn eigen geloof schiet tekort. Can I believe that for you? Kan ik dat voor u geloven? That you can speak with one voice. Dat u met één stem zult kunnen spreken. The word of the Lord. Het woord van de Heer. When he shall command it. Als hij het zal bevelen. With prophetic authority. Met profetische autoriteit. Sufficient to raise the dead. Genoeg, voldoende om de doden te brengen. A resurrection word itself. Een opwekkingswoord zelf. As a church that is the church of the resurrection. Als een kerk die de kerk is van de opstanding. That has passed through its own deaths. Die door zijn eigen dood heen gegaan is. And has experienced the power of God's life. En de kracht van Gods leven heeft ervaren. And moves and lives and has its being in him. En beweegt en zijn leven in hem heeft. That's the consummation of the age. Dat is de volleinding van de wereld. A restored nation raised from the dead. Een herstelde natie die uit de dood is opgewekt. Through a church that has come to an ultimate place in God. Door een gemeente, door een kerk die gekomen is op een ultieme plaats binnen God. A prophetic place. Een profetische plaats. Where you cannot say where the church ends and where God begins. Waar je niet meer kunt zeggen waar de gemeente eindigt en waar God begint. It's more than charismatic. Het is meer dan charismatisch. It's more than Pentecostal. Het is meer dan Pinkster. It's more than full gospel. Het is meer dan volle evangelie. And such a prophetic church is not made in a day. En zo'n profetische kerk wordt niet in één dag gemaakt. Well, I hadn't planned to say any of these things. Ik heb eigenlijk geen plan gehad om één van deze dingen te vertellen vanavond. I told the brother I was going to speak from Psalm 82 and 83. Hij heeft mij verteld dat hij van Psalm 82 en 83 zou lezen. And I don't know if we should even begin this now. En ik weet niet of we dat zelfs zouden moeten beginnen. But will you do your homework? Zult u uw huiswerk maken? Will you read these two psalms? Wilt u deze twee psalmen gaan lezen? Which were my psalms for today? Dat zijn mijn psalmen voor vandaag. What do you mean by that? Wat bedoelt u daarmee, uw psalmen? Because I read the psalms every day. Omdat ik de psalmen elke dag lees. It's my devotional reading. Het is mijn stille tijd lezen. And what is today's date? What's today's the 11th, 12th? This is the 12th day. Dit is de 12e dag. 12 and so januari. Psalm 82 came up for me. Dus kwam Psalm 82 op bij and mij. And then my eye fell on Psalm 83. En toen viel mijn oog op Psalm 83. This is typically prophetic. Dit is typisch profetisch. That God will use the raw material. Dat God het ruwe materiaal zal gebruiken. Of the life of the prophetic man. Van het leven van de profetische mens. His experience, the things that come before him. Dat hij de dingen zal ervaren die hem tegemoet komen. Arriving in Amsterdam and his luggage doesn't arrive. In Amsterdam aankomen terwijl zijn bagage niet aankomt. And so he's got to spend time filling out a report for his lost luggage. Dus moet hij tijd doorbrengen om een
formulier in te stellen. The first time. Voor zijn verloren bagage. In all the trips to Amsterdam, the first time, no luggage. De eerste keer in al mijn trips naar Amsterdam, geen bagage. And there's a train to catch. En ik moet de trein halen. In order to get out to northern Holland. Om naar Noord-Nederland te komen. Where a brother is waiting for me. Waar een broeder op mij wacht. So I had to miss that train. Dus ik heb die trein gemist. And take the next, an hour later. En ik moest die andere nemen, de volgende nemen, een And uur that later. Train never got to its destination. En die trein kwam nooit op zijn bestemming. We stopped. Wij stopten. And we're waiting. En we wachten. I thought, is this typical? Is dat typisch? Finally, the conductors came through the train. Toen kwam de conducteur in de trein. Take your luggage. Neem uw Everyone bagage. Off the train. Iedereen de trein There's uit. A gas leak. Er is een gaslek. And so I had to take everything. Dus ik moest alles nemen. The books and my roll-on and with a bad cold and not having slept through the night and carry that all through the length of the train out to the platform waiting for a bus. En ik moest de boeken meenemen en alles en ik had de hele nacht niet geslapen en ik moest de hele lange gang van de trein door naar het platform. You know what a prophet knows? Weet u wat een profeet weet? Nothing is an accident. Niets is toevallig. He has a complete confidence in the total sovereignty of God. Hij heeft een volledig vertrouwen in de totale soevereiniteit van God. And if the train has been interrupted, en als de trein onderbroken which was, I should not even have taken, die ik zelfs niet genomen if zou my hebben, luggage had come in, als mijn bagage binnengekomen was, then this is the day of the Lord. Dan is dit de dag van de Heer. Something is being divinely ordered. Iets wordt goddelijk beslist. For which we need patiently to wait. En daar moeten we geduldig op wachten. And not to be exasperated. En we moeten hier niet door opgewonden raken. But wait for the unfolding of the Lord. Maar wachten op wat de Heer gaat doen. Because you believe all this is for you. Want u gelooft dat al datgene wat gebeurt And voor is u not is. Circumstance. Het is niet toevallig. So I'm waiting on the platform. Dus ik wacht op het platform. For the bus to come. Op de bus die gaat komen. I don't understand a word of Dutch. Ik versta geen woord Nederlands. I hardly know what they are explaining. Ik begrijp nauwelijks wat ze proberen uit te leggen. But my eye catches a man with a cell phone. Say that again. And he's talking on a cell phone to someone to explain why he's being delayed. Maar als iemand vanuit de telefooncel probeert uit te leggen dat hij vertraagd is. And my spirit leaps. Een mobiel? Okay. Oh, hij ziet iemand niet met een mobiele telefoon. When I see him, my spirit leaps. Als ik hem zie, dan huilt mijn geest. And I go over to him. En dan ga ik naar hem toe. And I say, en dan zeg ik, I need an act of mercy. Ik heb een handeling van genade nodig. Would you be so kind? Wilt u zo vriendelijk zijn? As to call this number on your cell phone? Om dit nummer op uw mobiele telefoon. And explain in Dutch why it is I'm being delayed. En in het Nederlands te proberen uit te leggen hoe het komt dat ik I'll be happy to pay you the expense. Ik ben blij om u geld te betalen. Oh no, he said. Oh nee. And so he did it. En hij deed het. And of course you get into conversation. En dan krijg je natuurlijk He's een gesprek. He's a retired doctor. Hij is een dokter. They're on their way back from California where they have visited their son. En hij is op terug van Californië en hij is op bezoek bij And zijn they zoon. Want to know who I am. En hij wil weten wie ik ben. And where am I going? En waar ik naartoe ga. And why am I here? En waarom ik hier ben. And I said, you know, I'm carrying a box of books. En dan zeg ik heb een tas vol It's met my boeken new bij me. Book in Dutch. Het is mijn nieuwe boek in het Nederlands. I would love to give you a copy. Ik wil je heel graag een kopie geven. And I did. En dat heb ik gedaan. And then they said, now follow us on the bus. We have to get to Zwolle. And then another train all the way to Bijlen. And we were together the whole train. En dan zegt hij, volg ons maar. Dan pakken we de trein naar Zwolle. En dan nog een bus. De trein. And so I'm not sitting opposite but alongside him. Dus ik zit niet tegenover hem, maar naast hem. And there's a woman looking at me. En dan kijkt de vrouw naar mij. I said, would you like my book also? Ik zeg, wilt u ook mijn boek hebben? Well, yes. What do you want for it? Jawel, wat vraagt my u ervoor? My gift. Het is een gift. She's a psychologist. En zij is psychologe. From the Dutch Orthodox Church. Van de Nederlandse. The Reformed Church. Van de Nederlandse gereformeerde kerk. And one word leads to another. And she's interested in the Holocaust.
En ze is geïnteresseerd in de Holocaust. I said, oh, I have a book on that subject also. En dan zegt hij, oh, hier heb ik ook een boek over. But only in English. Maar alleen in het Engels. But your English is good enough. Als uw Engels goed genoeg is. If you come to tomorrow night's meeting. Als u naar deze samenkomst komt morgenavond. I'll give you a copy. Dan geef ik u een kopie. More took place on that train. Er is meer gebeurd in die trein. Than I could tell you. Dan ik u kan vertellen. And I said to this doctor, I looked him right in the eye. I said to this doctor, looking him right in the eye. En ik zei tegen de dokter, terwijl ik hem recht in de ogen keek. This breakdown of the train was for your sake. Die vertraging van de trein, die was voor u. I don't have any accidents in my life. Ik heb geen ongelukken of toevalligheden in mijn leven. And it is not too extravagant from God. En er is niets onmogelijk voor God. To stop an entire train. Om een hele trein te stoppen. And inconvenience all those people. En alle mensen op een ongemak and stellen. This servant also. En deze dienstknecht ook. In order to bring before you something. Om voor u iets te brengen. From which you will not be able to turn. Waarvan u niet in staat zult zijn om terug te keren. I said, you dear man. Ik zei, u beste man. 36 years ago. 36 jaar geleden. I was a Jewish atheist and a Marxist. Was ik een Joodse atheïst en een Marxist. And I was apprehended by God. En ik werd door God gegrepen. In exactly this way. En precies op deze manier. Off the side of the road. Van de weg af. Picked up by strangers. Door vreemdelingen opgepikt. For the so great eternal salvation. Voor de zo grote, ten behoeve van de zo grote eeuwige redding. Pray for this doctor. Bid voor deze dokter. And his dear wife. En zijn lieve vrouw. And this lady psychologist. En die mevrouw psycholoog. And the young man who's the bicycle maker sitting near her. En een jonge fietsenmaker die naast haar zat. And on the bus to the next train in Zwolle. En op weg met de bus naar Zwolle, naar de trein in Zwolle. Two seats away from me. Twee plaatsen van me af. An intelligent looking man, a professional looking man. Een intelligente, professioneel uitziende man. I spoke right to him directly. Sprak ik direct tot hem. I said, so much for modern civilization. Zeg, zoveel voor de moderne beschaving. How often do you have these breakdowns? Hoe vaak hebt u deze onderbrekingen? He said, more frequently than I care to say. Hij zegt vaker dan ik kan zeggen. I said, the whole world is coming to break down. Ik zeg, de hele wereld zal afbreken. Can I give you a gift? Kan ik u een gave geven? Here's my book. Hier is mijn boek. De schreden van een rechtvaardige worden door de Heer. The issue of eternity is so great. De zaak van de eeuwigheid is zo groot. It's not extravagant of God. Het is niet buitengewoon van God. To stop a train. Om een trein te stoppen. So read Psalm 82 and 83. Dus lees Psalm 82 en 83. Tomorrow morning, Lord willing, I'll speak from it. Morgen vroeg, zoals God het wil. Read it as you have never read the scriptures. Lees het zoals u de schrift nog nooit gelezen hebt. Because I know that you don't read as you ought. Want ik weet dat u niet leest zoals u zou moeten lezen. Ponder and reflect upon what is being said. Overwegen en reflecteer datgene wat er gezegd wordt. Because Psalm 82. Want Psalm 82 gives a perception from the heavenly side. Geeft een kijk van de hemelse kant uit. Of the issue of God's government. Van de zaak van Gods regering. The council of those that are called the sons of God in heaven. De raadgeving van degenen die genoemd worden de zonen Gods in de hemel. Psalm 83. Psalm 83. Is the outworking on the earth. Is de uitwerking op aarde. Between these two psalms. Tussen deze twee psalmen. You can have the whole overview. Kunt u het hele overzicht hebben? The dimensions, the boundary. De dimensies, de grenzen. Of a cosmic view of the faith. Van een kosmische beschouwing van het geloof. Which, unless you have this. Dat tenzij u dit hebt. And live out of such a perspective. En vanuit dit perspectief gaat leven. How shall you be prophetic? Hoe zult u anders profetisch kunnen zijn? You need to understand the heavenlies. U moet het hemelse moeten begrijpen. And the earth. En de aarde moet u begrijpen. And the majesty of God in both places. En de heerlijkheid van God, de majesteit van God in beide plaatsen. The cosmic view.
het kosmische gezicht of ultimate reality, van de ultieme realiteit, of the things that are not seen, van de dingen die niet gezien zijn, that affect every issue in the earth, maar elk aspect van dit leven, van de aarde, beïnvloeden, into your consciousness, en dat moet in uw bewustzijn binnendringen, as the dimensions of your faith, als de dimensies van uw geloof, in which your life is being acted out, van waaruit uw leven gebracht in wordt, that context, in die context, as the church, als de gemeente, that is more than a succession of services, dat meer is dan een opeenzameling van de diensten. Read these texts. Lees deze teksten. And tomorrow we'll pray God will open them. En we bidden dat morgen God ze zal and openen. Enter you into such a dimension of understanding. En dat u zult binnengaan in zo'n dimensie van begrip. That will ruin everything. Dat alles zal vernietigen. Affect everything. En alles zal beïnvloeden. And the church needs so to be affected. En de kerk heeft het nodig dat die zo beïnvloed wordt. For it has a destiny. Want het heeft een bestemming. That pertains to God's glory. Die erop uit zal draaien dat God verheerlijkt gaat worden. And we are at that threshold. En we staan op de rand. So I want to pray. En ik wil bidden. For the church. Voor de gemeente. And the expression that you are. En de uitdrukking die u in bent. In this locality. In deze lokaliteit. In this great Holland. In dit geweldige Nederland. That has always been a savior to oppressed peoples. Die altijd een redder is geweest van volken die onderdrukt zijn. Has taken in Jews in their flights from persecution. Die de Joden binnengehaald heeft toen ze op de vlucht waren voor de vervolging. Has sought to save a remnant of them even from the Nazi time. En die een overblijfsel heeft gehaald, zelfs vanuit de nazi-tijd. Will again be given opportunity. Zal opnieuw de kans gegeven worden. To show its particular character. Om zijn karakter te kunnen tonen. In mercy to Jews. In de genade naar de Joden toe. Not out of sentimental obligation. Niet vanuit sentimentele verplichting. But out of prophetic maturity. Maar vanuit profetische volwassenheid. To not only aid Jews, but explain to Jews. Toen niet alleen aan de Joden, maar om te verklaren aan de Joden. The prophetic meaning of their present last day's suffering. De profetische betekenis van een lijden in deze tijd. So Lord, I pray blessing on these children. Vader, ik bid de zegen uit over deze kinderen. What a beginning you've given us. Wat een begin hebt u ons gegeven. Who could have ordered it? Wie zou het kunnen beslissen? How disappointing. Hoe teleurstellend. And yet. En toch. There's a certain excitement in our spirit. Is er toch een bepaalde opwinding in onze geest. This is going to be a different time. Dit zal een andere tijd worden. This is going to be something unpredictable. Dit is iets onvoorspelbaars. With a beginning like this. Met een begin zoals dit. Where will this end? Waar zal dit eindigen? Where will we be taken? Waar zullen we naartoe gebracht? What understanding will we be given? Wat voor begrip zullen we gegeven worden? That requires the re-examination of everything that we thought to believe. Vader, dat er de heroverweging vormt van alles wat we dachten te geloven. But we're willing. Maar we willen. So we thank you, Lord. Zo we danken u. You are the Alpha and the Omega of our faith. U bent de Alpha en de Omega van ons geloof. You've given us this strange beginning tonight. Vader, u hebt ons een vreemd begin gegeven vanavond. Because you know the end from the beginning. Want u kent het eind van het begin, Heer. And we trust you for that. Vader, en we vertrouwen u hiervoor. For we have not come to be entertained. Vader, we zijn hier niet gekomen om vermaakt te worden. Or even to be instructed. Of zelfs niet om geïnstrueerd te worden. We have come to be transformed. Vader, we zijn hier gekomen om getransformeerd. And be brought into a prophetic dimension. Vader, en geleid te worden in een profetische dimensie. That will enable our destiny to be fulfilled. Die ons in staat zal zijn om onze bestemming te vervullen. Bless us through the night hours. Vader, verzegen ons door de nachtelijke uren. Grant us the spirit of prayer and supplication. Vader, geef ons de geest van gebed en verontmoediging. To intercede for this weak and tired vessel that you've brought. Om Vader te voorbeden te doen voor dit vermoeide vat hier die u hier naartoe gebracht. You'll bring forth through him. En om door hem door voor te brengen. Those explicit things intended for this time. Deze dingen hier die bedoeld zijn en bestemd zijn voor deze tijd. For there'll not be another time like it.
Want het zal niet precies dezelfde tijd zijn. It's a once and for all. Het is een eens en voor altijd gebeurd. Eternity is at stake. Vader, de eeuwigheid staat op het spel. Delight your own soul. Vader, verheug uw eigen ziel. And give us an event in God. Geef ons een gebeurtenis in God. That is holy. Die heilig is. And appointed in time. En voorbestemd is in de tijd. For the church of this nation. Voor de gemeente van deze natie. Thank you for the privilege. Dank u voor het voorrecht. And the responsibility. En de verantwoordelijkheid. That follows. Die daaruit voortvloeit. Seal tonight. Verzegel vanavond. Set in motion what you will. Zet in beweging, Heer, datgene wat u wilt. A new kind of tension. Een nieuw soort spanning. A strange kind of anticipation. Een vreemde soort verwachting. Not so comfortable. Niet zo comfortabel. And yet. En toch. Beyond words, beyond our ability to define. Die verder gaat dan woorden. Die verder gaat dan datgene wat wij kunnen onderscheiden. Disappoint us if you will. Vader, breng ons teleurstelling als u dat wilt. But open a new dimension. Maar open wel een nieuwe dimensie. For which we will be eternally grateful. Waarvoor we u eeuwig dankbaar zullen zijn. And we thank you and give you the praise. Vader, we danken u en geven u de prijs. That we are so appointed. Dat we zo bestemd zijn. Because of your love. Vanwege uw liefde. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen.